Wethouder Yvonne van Delft van de gemeente Leiden. Leiden heeft eigenlijk al heel lang behoefte aan ruimte voor bedrijven. Hè? En nou hebben jullie dit terrein op het oog. Ja, nou, afgelopen donderdag heb ik de regionale bedrijventerreinenstrategie 2020-2030 gepresenteerd. Daarin hebben we alle ruimte die bedrijven nodig hebben en alle ruimtes die we hebben, hebben we naast elkaar gelegd. En daarbij is dit hier aan de Vlietzone is een van de plekken die als onderzoekslocatie is genoemd. Hè, dat werd die ook al in het ontwikkelingsplan Zuidwest hier. Dus we gaan kijken in de komende jaren, dus ergens tussen 2020 en 2030, of dit geschikt is als bedrijventerrein. In de media is het nu net geleken alsof dus de verenigingen die hier zitten, hè, dat is de LCKV, maar ook Jeugddorp, de Roodrunners, Bosduivenvereniging, of die onmiddellijk weg moeten. Dus ik kan me voorstellen dat ze geschrokken zijn. Maar dat is een beetje voorbarig. We gaan het echt nog onderzoeken. En in dat onderzoek gaan we natuurlijk ook het gesprek aan met de verenigingen. En vragen we hen ook wat de wensen en mogelijkheden zijn. En gaan we op zoek naar hoe en wat. Dus dat zit er nog aan te komen. Dus nu gebeurt er nog niks. Maar in de toekomst zou het zo kunnen zijn dat als hier een bedrijventerrein komt, dat deze verenigingen wel weg moeten. U zegt heel voorzichtig, zou het zo kunnen zijn, maar de behoefte is natuurlijk groot en er is weinig plek in de regio. Dus op termijn zou het hier dus kunnen? Ja, precies. Het is een onderzoekslocatie en op termijn zou het kunnen. Hè, dan moet je denken aan de wat zwaardere bedrijven die dus meer overlast veroorzaken voor de omgeving. En dit is een plek die wat verder van de bebouwing af ligt. Dus vandaar dat het oog er ook opgevallen is, maar we gaan het onderzoeken. Hoe nodig is het voor het bedrijfsleven? Ja, het is heel hard nodig, want we hebben natuurlijk ook bedrijven nodig gewoon om mensen aan het werk te houden. We hebben ook woningen nodig, we hebben ook ruimte nodig voor energietransitie. Dus eigenlijk al deze functies hebben ruimte nodig. En we moeten goed met elkaar afwegen wat je dan waar doet en wat ook dicht bij elkaar kan. Ja. Nou vragen die bedrijven ook al jaren aan de gemeente Leiden van waar kunnen we naartoe? De Oosterpolder is een tijdje in beeld geweest. Hoeveel zekerheid kan u nou bieden voor het bedrijfsleven? Nou, het bedrijfsleven is mede afzender ook van deze bedrijventerreinenstrategie. We hebben het samen met hen gedaan. Er is ongeveer 70 hectare nodig in totaal. Daarvan is 38 hectare is al wat hebben. En de andere locaties, dan moet je ook denken aan de IKEA-locatie in Leiderdorp. Maar ook bijvoorbeeld Valkenburg, voormalig vliegkamp Valkenburg. Hè, dat zijn onder andere plekken waar we nu toch naar kijken. Maar dat moet blijken in de komende jaren lukt. En dat geldt dus ook voor deze locatie. Is de Oostvlietpolder nog in beeld? Jaren geleden veel gedoe over geweest? Nee, de Oostvlietpolder is niet in beeld. We hebben ervoor gekozen om die groen te houden, ook als een groene buffer. Omdat je ook niet alles vol kan bouwen, dat willen we ook echt niet. Het uitgangspunt is dat daar niet gebouwd wordt. Industrieterrein De Waard, ook al jaren sprake van dat daar misschien woningen zouden komen. Hoe is het daarmee? Daarvan hebben we gezegd dat dat ook industrieterrein blijft. En daar komen dus tot en met 2030 in ieder geval geen woningen.